Ik ben moe, dus ik ga even een klein dutje doen. En ja, ik wil je gewoon even de reminder geven dat je echt even soms je rust mag en moet pakken. Je rust heb je nodig, tijdens je vakantie zeker. En alles waar je aan denkt, schrijf dat gewoon op. Los het op. Praat er met iemand over als dat helpt voor jou. En dat je gewoon goed voor jezelf zorgt en niet te veel druk op jezelf legt. Ik weet hoe lastig het is, maar laat jezelf wat lekker gaan in je vakantie. Doe wat je wilt. Het is gewoon zonde als je vakantie niet nuttig besteedt. En nuttig wil niet zeggen dat je productief moet zijn. Ik neem rust. En dat is onderdeel van je productiviteit. Want ik doe wel gewoon hier dingen zoals zwemmen. En ik lees voor Nederlands. En ik doe mijn autotheorie zoals jullie hebben gezien. En dat doe ik gewoon elke dag. Omdat ik dat moet van mezelf. En ik wil dat gewoon. Want ik wil slagen straks. Voor school doe ik op dit moment helemaal niks. Maar als ik thuis ben ga ik wel gewoon weer woordjes leren. Voor Frans bijvoorbeeld. Dus ja, even lekker niks doen. En alle gedachten die in me opkomen, die laat ik gewoon gaan. Ik weet dat ik toch mijn gedachten niet ben. Dus ik laat ze gewoon lekker gaan. En ik mag voelen wat ik voel. Ik lig gewoon. En mijn gedachten die gaan langzaam voorbij. En het enige wat ik doe, is er gewoon naar kijken. En ze laten gaan. En er verder geen oordeel over geven. Oh ja, en wat ik ook merk, wat ik nog wilde zeggen, is dat ik, ik kijk zo min mogelijk op social media deze dagen nu ik hier ben. En wat ik vooral merk is gewoon die rust die ik ervaar. Want eigenlijk zit je alleen maar op social media omdat je je eigen leven niet interessant genoeg vindt. Maar probeer van jouw leven gewoon het beste te maken wat er is. En van dit moment gewoon het beste te maken wat er is. En alles wat je op social media ziet is wat mensen willen zien dat je ziet van hun leven. Maar alle emoties en alle zware momenten, dat filmen ze niet natuurlijk. Dus denk daar ook aan. Ja, ik post ook echt vrij weinig op mijn Instagram bijvoorbeeld. Of ik maak wel foto's hier en een paar video's met mijn camera bijvoorbeeld. Of met mijn telefoon. Maar die plaats ik ook niet gelijk op mijn Instagram. Omdat ik gewoon denk van ja, boeien, ik ben nu in het moment. Ik maak er een foto van. En daar ben ik bij in het moment. En ik post het later wel wanneer het gewoon wat stiller is. En wanneer ik gewoon even niets aan het doen ben. Dus ja, ik merk gewoon als ik niet op social media zie dat ik gewoon echt veel meer rust ervaar. En soms denk ik wel van, oh, dit is leuk om te laten zien. Ik wil hier een foto van maken. En aan iedereen laten zien van, kijk, ik zit lekker te eten. Of kijk, ik ben daar. Maar aan de andere kant denk ik ook weer van, wat boeit mij dat als andere mensen ergens zijn? Dat boeit mij eigenlijk niet. Ik heb al heel lang geen TikTok. Ik weet niet of mensen het weten, maar ik verwijder telkens TikTok weer als ik er even op heb gezeten of als ik iets heb gepost. Ik heb mezelf het gewoon makkelijk gemaakt en de app gewoon van mijn telefoon afgegooid. En als ik even iets wil posten, dan installeer ik de app voor een dagje of voor een paar uurtjes. En dan verwijder ik hem weer. En voor mij helpt dat gewoon heel erg. Om mijn schermtijd te verminderen, want ik scrolde eerst echt zo lang op TikTok. Of dan kwam ik niet uit die bubbel. En ik voel me elke keer weer, als ik even op TikTok heb gescrolld, dan voel ik weer van, ja, ik vergelijk mezelf weer met anderen. En dan voel ik me gewoon slechter dan ik me voelde voordat ik ging scrollen. Weet je, als je probeert minder op social media te zitten, minder probeert op TikTok, Instagram, YouTube, whatever, welke app te zitten, dan merk je gewoon dat je niks mist. En als je dan die app weer opent, denk je van, maar ik dacht hier helemaal niet aan. Van, heb ik dit gemist? Natuurlijk niet. Je mist, in feite mis je helemaal niks. Je mist alleen, als jij op social media zit, dan mis jij eigenlijk dit moment. Je mist dan dingen die je nu had kunnen doen. Daar moet je eigenlijk aan denken. Eigenlijk zou je, als je op je telefoon zit, zou je denken, ik moet FOMO hebben naar dit moment. In plaats van naar wat er op social media gebeurt. En het echte leven is hier, niet op een schermpje. Dat moet je ook onthouden. En heel veel mensen die denken van, ja, maar ik kan niet zonder mijn telefoon. Ik kan dat ook niet, omdat ik gewoon bereikbaar wil zijn voor mensen. Maar op dit moment, ik heb geen telefoon nu bij me. Ik zit hier gewoon met mijn camera te praten. En andere mensen zijn hun ding aan het doen. En ja, dat is hun leven, weet je. Ik zit gewoon tijdens deze vakantiedagen, zit ik gewoon niet veel op social media. Omdat ik gewoon weet dat ik me er niet goed door ga voelen. En ik wil niet, zeg maar, zien dat anderen voor mijn gevoel een beter vakantieleven lijken te hebben dan ik. Dat zij het beter hebben op dit moment. Jij hebt je eigen leven, iedereen heeft zijn eigen leven. Dus waarom zou je het vergelijken met anderen? Want
ja, dat heeft niet zoveel zin en daar word je echt niet beter van. Dat gaat je alleen maar vervelender laten voelen en alleen maar meer FOMO laten voelen dan dat je gewoon blij bent in dit moment waar je nu bent. Ik ben nu op een hele mooie plaats en ja, er zijn mooiere plekken in de wereld, veel mooiere plekken, maar weet je, als je daar telkens aan denkt, dan geniet je niet van dit moment. En dit moment, dat krijg je niet terug. Dit moment is gratis. Ja, wat jij daarmee doet of van maakt, is aan jou. Als ik mijn telefoon nu had meegenomen naar het zwembad, ja, dan zit ik op social media, zit ik naar andere mensen hun levens te kijken. Terwijl ik op vakantie ben, dus dat is heel raar, want waarom zou je op vakantie naar andere mensen hun vakantie gaan kijken? Like, dat boeit helemaal niet. Je bent lekker zelf op vakantie, je moet zelf gaan genieten. Het is gewoon, als je op social media zit, dan zie je andere mensen hun levens, maar je mist eigenlijk dan wat er op dit moment is. Dus als jij op je telefoon zit, maakt niet uit waar. Je mist iets op dit moment wat je niet ziet omdat je op je telefoon zit. Dus als ik mijn telefoon nu had meegenomen naar het zwembad, dan had ik gewoon gemist dat de zon scheen. Dan had ik gemist dat er mensen langs liepen. Dan had ik de geluiden gemist omdat ik zo gefocust ben in mijn telefoon en wat andere mensen aan het doen zijn. Terwijl ik ben nu hier op een hartstikke mooie plek in Italië. Waarom zou ik dat laten gaan? Waarom zou ik dat moment laten gaan? Het is een kostbaar moment en ik mag hier dankbaar voor zijn dat ik hier ben en gewoon dit koesteren, weet je. Dat wilde ik je even meegeven voor nu. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Kijk uit, er zit een beest bij de deur. Oh ja, dat is een gekko. Hij gaat naar binnen. Ja. Hij gaat naar binnen. God. Ja, hallo. Ja. Nou, dat wordt wat. Janne? Een vochtje Nedly. Heb je nou al 30? Nee. Echt niet? Nee, het is echt... Nee. Oh. 3x10 is ook 30, hè? Ja, het is echt sad, maar ik kan gewoon niet. Oh. Zag ik dan één keer. Ben ik eindelijk weer? Nee, ja. Je kan weer niet. Nou, je maakt er een spelletje kan van. Kan echt nog steeds niet. Maar ik ben wel een stapeltje aan het ontwikkelen. Ja, dat idee heb ik ook, ja. Mag ik nu? Ja. Iemand nog een joker? Oh nee, serieus, ik wil niet dat iemand... Ik ben uit. Nee! Je mag niet los laten liggen. Het is een andere acht. Oh het nee! Nee! Dat is niet zo. Het is een... Oh! Oh. Ik moet mijn bril opzetten. Even kijken wat ik allemaal kan. Je mag toch niet in één keer? Nee. We gaan dus eerst beginnen met deze. Even kan ook. Dat is Janne uit, lachen. En ik weet niet of dit helemaal klopt. Nee. Deze die doen we hier. Ah, je doet nu veel te veel. Dat maakt niet uit. Jongens, zijn we nu nog niet klaar? Nee. Ben je er nou iets mee opgeschoten? Ja. Het is al kwijt, er zijn maar twee nog. Ben je er nog uit of niet? Deze kan hier. En verder kan ik niet. Nou ja, oké, nu kan ik wel wat. Nee, nog steeds niet. 3. Die moet je vrij spelen dan. Ik kan niet. Met de hint, er kan nog een joker vrijgespeeld worden. Oh, ik zie hem. Dan heb ik nog 1-13. Die is heel makkelijk. Ja, ik heb hem gezien. Zal ik doen? Nee, zal ik je helpen? Ja. Waar moet je die 2 kwijt dan? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Oh. Kan wel, ja. Ja, nou, hoppakee. Oh. Alsjeblieft. Wat heb je aangelegd? Heb je ze opgegeten? Nee, die 13. Waar is die 13 dan? Die 13 is hier. Die heb je neergelegd, ja. Ja. Yippie-ajay. Afgelaste. Oké, guys, ik zit nu ergens onder de grond in een winkeltje. En daar is boven. Oké, I have to do it.
gaan weer zwemmen. Let's go. Oké, we zitten nu bij een restaurantje op een berg. Het was 7 minuten rijden, want we zaten eerst bij een pizzeria. Maar die had alleen maar vis en pizza en we hadden allemaal daar geen zin in. Dus we zitten nu mooi op een berg, een restaurantje waar ze... Ik weet niet precies wat ze allemaal hebben, maar in ieder geval friet en vlees en gewoon wat we willen. En voor het eerst kan ik gewoon mijn bikini bandje zien hier. Ik ben gewoon verkleurd. Oh my god. Het restaurant waar we eerst waren, daar was een ober. En die zei dat er allemaal, dat er alleen maar visrestaurants waren in de buurt. Dus toen zijn we maar verder gaan rijden en nu zijn we hier uitgekomen. Prachtige locatie. Dus ja, we zitten nu lekker op een berg te eten. Oké, we zitten hier echt al bijna een uur te wachten. Maar we hopen dat we ons eten nog krijgen. Volgens mij valt het niet op. Nee, want we zitten hier vanaf 8:30 al. Het is wel erg laat, ja. Er zitten daar ook mensen te eten en wij zijn hier als enige te gast. Dus ja, er is verder niemand hier. Tijmens eten is eindelijk gearriveerd. Was dat precies nou, mijn eten is ook gearriveerd. Lekker. Gaan we eens proberen? Daar is een vos. Hij gaat naar binnen. Lekker wit. Dat is waar. Naar beneden moet je eigenlijk afrennen steeds, hè? Ja. Maar dit is wel stijl. Ja. It's hot in here.
moeten we daarheen, denk ik, naar beneden en dan weer eroverheen. We zijn echt midden in de natuur. En we hebben bramen gevonden. Look at those. En je kan ze ook gewoon eten. Oké. Okay. Laten we er een proeven. Pak er nog een. Ze zijn lekker. Laten we deze proberen. Ze zijn echt lekker. Hier is een hele struik met bramen. Oh, er zitten allemaal van die dingen op mijn jurk. Het is echt niet meer grappig. Let's get out of here. Ik word omsingeld door vliegen. Ik ga in de tussentijd lekker bramen eten. We zijn eindelijk klaar. Helemaal bezweet. Het was echt vermoeiend aan het einde, maar we hebben het gedaan. Hoe gaan we dit? Dat is echt mooi uitzicht. Oké, ik heb net een ASMR-video opgenomen. Het is echt heel donker nu buiten. Je ziet echt letterlijk gewoon helemaal niks bijna. Het voelt echt heel raar om weer te praten, want ik heb net de hele tijd, ik heb echt 3 kwartier lopen fluisteren gewoon. Maar zoals je ziet is mijn camerabatterij ook leeg, dus die moet aan de oplader. En morgen gaan mijn vader en ik weer de zonsopgang bekijken, maar dan vanuit een uitkijkpunt. Dus dan zie je hem echt nog beter opkomen dan ik al heb gedaan in deze vlog. Dan zie ik jullie morgen bij de zonsopkomst.